Het Universitair Ziekenhuis Gent bestaat meer dan 50 jaar. Wij zijn een ziekenhuis van 1000-tal bedden en we ontvangen dagelijks een 3000-tal mensen voor topklinische, topreferente zorg. Het ziekenhuis mikt hoofdzakelijk op Oost-West, maar ook Zeeuws-Vlaanderen. Voor het UZ Gent is technologie zeer belangrijk. Daarbij investeren wij niet noodzakelijk in het nieuwste, maar wel in het meest up-to-date voor topzorg voor onze patiënt. Ons Centrum voor Fertiliteit vierde dit jaar 25 jaar in vitro fertilisatie. Wij hebben recent geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur. Ons labo werd uitgebreid en zal in de toekomst tot 5000 patiënten per jaar kunnen helpen. De opdracht van het Universitair Ziekenhuis is natuurlijk vierlei. Wij zijn verantwoordelijk in eerste plaats voor patiëntenzorg, maar daarnaast werken wij samen met de universiteit aan onderzoek, aan opleiding en staan we steeds beschikbaar voor maatschappelijke dienstverlening. Onze campus was echt wel aan een stuk vernieuwing toe. Dit jaar, 2011, kunnen wij een aantal nieuwbouwprojecten openen, zoals de nieuwe kinderkliniek en op het einde van het jaar het nieuwe revalidatiecentrum. Als ziekenhuis willen wij de patiënt niet alleen beter maken, maar ook beter helpen. Daarbij denken wij aan klantvriendelijke dienstverlening. Zo willen wij in administratie, toegang, parkeren en dergelijke onze klant-patiënt zo goed mogelijk te hulp staan. In onze strategie staat dus investeren en samenwerken centraal, want al deze doelstellingen realiseren vergt de inzet van 6000 mensen elke dag.